Elena Dont, we zijn hier vandaag in Oostende. Jij bent verkozen als beste belofte van het Belgische vrouwenvoetbal, de Sparkle Trofee. Wat doet dat met jou? Dat doet enorm veel met mij. Ik ben enorm blij dat ik deze ongelooflijke trofee mag in handen nemen. En er stonden daar 6 kandidaten die even goed in een beker kon in de lucht steken. Ja. Het is een dubbel feestje voor Gent, want Cassie is verkozen tot beste speelster. Het is de eerste keer dat iemand van Gent die trofee wint. Dat is een teken dat jullie goed met jeugd bezig zijn, hè? Ja, het is fantastisch om deze nog een keer om die een beker te winnen. En ik denk ook omdat Cassie die beker heeft gewonnen, dat dat alleen maar in onze de kwaliteit van de trainingen en de kwaliteit van de professionaliteit om bezig te zijn met ons en hoe dat wij werken, dat wel enorme vooruitgang heeft geboekt. Ja. Je hebt dit jaar je eerste match met de Red Flames gedaan ook. Was dat misschien een bevestiging van jouw talent? Bevestiging zou ik niet zeggen, want ik ben er nog niet, maar ik denk wel dat we van de jaren enorm snel zijn met de Red Flames en ik kan alleen maar beter worden en focus op trainen en blijven trainen. Ja. En voor jezelf, hoe zie je de toekomst? Ik zie de toekomst volgend jaar nog bij Gent en dan verder vooruitzien de andere jaren wat we van plan zijn, maar ja. Nu is het nog goed bij Gent. Voorlopig nog blijven? Ja, ik blijf voorlopig. Ja. Het WK vrouwenvoetbal komt eraan. Ga je dat een beetje volgen? Natuurlijk, ik ga dat proberen volgen. En, het is wel ook in de vakantie, dus ik ga ook wel een keer ik ga naar Frankrijk op vakantie. Maar niet naar de plaats waar dat WK is, denk ik. Maar ik zou wel een keer graag de finale of zo willen meevolgen. Ja. En heb je een favoriet daar? Nee, geen favoriet. Nee. En ook geen voorbeelden of zo? Voorbeelden sowieso, maar... Het zijn er zoveel die eruit springen en we zullen wel zien hoe dat... Het zullen leuke matchen zijn, denk ik. Oké, ik dank je en proficiat met de trofee. Dank je wel.